Oké, en welkom mensen van Ditch Gaming en welkom bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Vandaag spelen we weer in de FCM en Career Mode serie. Laten we eens de intro starten en dan gaan we beginnen aan de wedstrijd tegen NEC. Oké, het is tijd hier in het sneeuwende Nijmegen. Komt aardig overeen met het weer van nu. Het zal wel nu hopelijk wat warmer zijn. Maar NEC speelt dus uit. Ik bedoel thuis tegen FC Emmen. En dat wordt dus hopelijk een spannende en leuke wedstrijd die voor de boeg staat. De NEC is de knap nummer 4 van de Eredivisie en Emmen is 15e waar ze horen te staan. Kan Emmen winnen van het goed presterende NEC of gaat Emmen met hun vierde nederlaag op rij naar huis? En dat gaan we nu zien. Emmen tegen NEC. We gaan beginnen. Ja, die vlak. Araujo, veldmaten. Ja, Messaoudi doet het goed. Diemers. Zivkovic doet Mendes. Mendes zag Zivkovic rondlopen, alleen is de voorzet geblokt. Heeft NEC de bal en kan NEC ook heel ver komen met die Mata. Tanane. Oh, waar is Emmen mee bezig achterin? Emmen heeft gewoon de meeste tegendoelpunten, dat zijn feiten. Mendes maakt het zichzelf hier onnodig moeilijk. Maar hier is Bouchouari. Hey, dit is een overtreding. Dit is nooit de bal, maar volgens de scheidsrechter is het wel de bal. Burnett. Veldmaten. Ah, dit is slecht gevoetbald, maar Vlak zit er goed tussen. Maar ja, waar kan Vlak heen? Nou ja, helemaal nergens heen, want Mendes staat gewoon weer stil. Oh, verdedigen dramatisch. We gaan direct even wat aanpassingen doen aan de wedstrijd. Oeh. Zodat er wat meer mensen voorin staan. En EC met de eerste kans. En de tweede kans. En die vliegt er ook gewoon natuurlijk weer in. 1-0 voor NEC uit Nijmegen. Ongelooflijk, waarom mag dit zo makkelijk? Hoe kan hij hier ook zo vrij staan? Het is ongelooflijk, maar waar. Misschien kan het nu eindelijk uitgevoerd worden wat er van ze wordt verwacht bij Emmen. En daar is dan de corner, niet eens een corner, want Zivkovic raakt hem als laatst. Maar wel de eerste echte aanval van FC Emmen in de wedstrijd. En ook wel gevaarlijk. Hadden we misschien wel moeten schieten met Mendes. Burnett, dankjewel voor het meewerken bij NEC. Ja, Burnett speelt gewoon tegen ons. Het is 2-0. Oh, alles flikkert hier uit elkaar. Het is 2-0 voor NEC. Doelpunt is van Tanane. En zo lijkt NEC hun goede reeks gewoon door te zetten. Ook tegen FC Emmen. Emmen komt hier gewoon voor spek en bonen. Wat het hele seizoen eigenlijk al komt in uitwedstrijden. Winnen we eigenlijk praktisch nooit. En zo staan we 2-0 achter.
Zivkovic, ga je nog rennen? Dat dacht ik. Oh, krijgt hij de bal met heel veel geluk mee? Zivkovic krijgt de bal niet eens in de lucht. Araujo doet het netjes. Diemers, Zivkovic, Romani had verder moeten doorlopen. Maar dat snapte hij niet, denk ik. Oh, de keeper wordt zwaar onder druk gezet, maar weet zich hier dan nog knap onderuit te spelen onder de druk van Emme uit. En dan is Emme hier weer gekomen voor helemaal niets. Romani te traag voor woorden. Maar ja, ik denk niet dat het met Asenoen veel beter zou gaan. We gaan het zien. Bourgeois houdt de bal niet binnen. Oké, dan kunnen we direct even weer wat tactiekwijzigingen doen. We hebben het spelbeeld aangepast. Oh, Araujo. Veldmaten doet het nog netjes. Maar dan krijgt hij NEC natuurlijk een corner. Oh nee! Ik deed dat dom met de keeper. Want ik dacht even dat de bal wel wat verder zou komen. Maar hij kwam niet verder. Burnett komt de lucht niet eens in. Dus er moet echt wel een nieuwe linksback gaan komen. Asenoen loopt. Dat kan hij blijkbaar. Zivkovic neemt de bal belabberd slecht aan. Oh, maar dan kreeg je hier nog bijna een kans. Maar onrealistisch gezien had NEC de bal natuurlijk weer weg. Oh ja, natuurlijk kan Asenoen geen paas aan een linksback geven. Asenoen blijft doorlopen, want Zivkovic doet echt rare loopacties. Asenoen op Zivkovic. Jezus. Iets meer voor je man komen, Zivkovic. Even wat meer inzet. Net zoals wat je in het echt doet. Meer inzet. Zivkovic, 2-1. Er is weer hoop. NEC speelt van we hebben al gewonnen. Het is 2-1. Emme krijgt weer hoop in de wedstrijd. De man, de topscorer van de FC, scoort. Het is Zivkovic. Ja, geloof het of niet, het is de topscorer. 2-1. Er is weer hoop voor de mensen uit Emme. En zo leeft er weer hoop. En gescoord door FC Emme. De huidige tactiek werkt al iets beter. Oh, NEC in de fout. Bourgeois. Mendes. We moeten echt die comeback gaan gooien hoor. Er zit muziek in. Er zit muziek in als Zivkovic de bal ook bij Asenoen kreeg. Ja, die bal is voor de keeper. Het wordt hooguit een gelijk spel, vrees ik. Ja, weer slecht gevoetbald. We zetten ook heel raar druk. Nou, er gaat nog een goal voor NEC aankomen, vrees ik. Asenoen. Nog één keer, ja. Wat is Zivkovic aan het doen, jongen? Hij rent maar niet de goede kant op. Ongelooflijk.
De wedstrijd had al lang afgefloten mogen worden, maar NEC moet nog scoren van FIFA. IE moet... Script het als dit spel is, moet NEC het kosten wat kost een doelpunt hebben. Maar nu fluit de scheidsrechter toch eindelijk af. Oké, we hebben onze speltactiek denk ik gevonden. Hoop ik. Ik hoop dat we zo meer kunnen gaan winnen. Want we zijn bezig aan een trieste eerste seizoenshelft. Alhoewel we wel meer hebben gewonnen dan FCM in het echt. We hebben wel net zoveel punten volgens mij. Omdat wij maar 2 keer hebben gelijk gespeeld. Oké, dan gaan we over naar teammanagement. Dan gaan we direct de tactiek overzetten. Wat naar mijn mening op zich wel goed meer werkte. Want je merkte dat we in de tweede helft meer grip kregen op de wedstrijd. Deze stond gewoon op gebalanceerde aanval. Tactieken, dus zetten we hier op gebalanceerd. Zetten we hem hier op snelle opbouw. En zetten we hem hier op aanvallende loopacties. Volgens mij was dat de tactiek. Bouchouari moet gewoon mee opkomen. We zijn verdedigend dan wel zwak. Maar ik ben van mening dat we zo wel onze wedstrijden kunnen gaan winnen. Dat wordt wel moeilijk om dat direct tegen AZ uit te proberen. Maar we spelen daarentegen wel thuis. En dit is de tweede keer dat we tegen AZ... Nee, de eerste keer pas dat we tegen de Alkmaarden spelen. Dus het wordt een interessante wedstrijd. Maar eerst even de persconferentie bijwonen. Want ja, dat vinden mensen ook belangrijk. Want ja... We moeten onze selectie even de hemel in praten. Zo, we hebben onze selectie erg gelukkig gemaakt. Misschien kunnen we nu eindelijk hopen dat er eindelijk weer punten meegaan naar Emmen. Want we willen gewoon op 14 punten staan in de winterstop. En dat moet lukken tegen AZ. Een stuntje moet haalbaar zijn in op de Oude Meerdijk. Ik wil de Jensvesting zeggen, of het Univee-stadion. Maar het klopt natuurlijk niet. Het is nu gewoon de Oude Meerdijk. Emmen speelt tegen AZ. En dat wordt een belangrijke wedstrijd. De mensen in Emmen geloven erin dat het kan. Dus dat is mooi. We gaan gewoon beginnen aan die wedstrijd. Let's go! Hopelijk kunnen wij ons spel spelen, net als tegen NEC. Probeer het doel dicht te timmeren. Nou, Burnett laat zich al direct heel makkelijk te kijken zetten. Maar Veldmaten denkt van nee, vandaag niet. Zivkovic. De lopende Diemers, maar hij is niet snel genoeg voor die bal. Hij wordt al direct heel makkelijk daar overheen gevoetbald. Burnett moet beter opletten. Burnett moet beter opletten. Want daar kwam AZ. Maar het lukt AZ niet. Sterker nog, daar is de dieptebal op Zivkovic. Hij krijgt de bal alleen niet heel lekker mee. Moet wachten. Ja, en dan wachten duurt te lang. Zivkovic alsnog. En dan wordt die kans niet overgekopt. Ik bedoel, overgekopt, sorry. Overgeschoten. Oh. Maar ja, die gaat oprecht net over. En zo was daar toch de kans voor FC Emmen. En echt de eerste echte kans van de wedstrijd. Plak. Oh, de bal was niet goed op Mendes. Maar Mendes verovert de bal wel weer. Maar gaat gewoon weer naar de keeper van AZ. Mazur. Pavlidis. Ik ben echt geen fan van Pavlidis. Ja, buitenspel. Oh, ik dacht dat die bal uit zou gaan. Gaat hij niet. Dit is wel buitenspel. Dit is een overtreding op een speler die al lang niet meer in balbezit is. En voor welke kleurkaart kiest de scheidsrechter? Het is geel voor Tijani Reinders.
is Jari Vlak het niet mee eens. Wel, met Saoudi, ja, die krijgt de bal gewoon nergens. Burnett. Oh, de bal moeten we echt op Zivkovic gaan spelen. Daar is Mark Diemers. Haal maar eens uit, Diemers. Het is 1-0 voor FC Emmen. En daar is dan eindelijk dat verdiende doelpunt voor de Emmenaren. AZ laat zich het kaas van het brood makkelijk eten. En zo lijkt de nieuwe speelwijze van Erik ten Hag te gaan werken. 1-0. Goed. Ja, dit is gewoon enorm goed gevoetbald. En goed binnengeschoten hoor door Mark Diemers. Kijkt goed naar achter en ziet dat hij niet onder druk wordt gezet. Alleen van voor. En dan schiet hij hem geweldig de kruising binnen. Staat het 1-0 voor FC Emmen. En gaat het misschien dan toch met 14 punten de winterstop in. Mark Diemers maakt zijn 6e doelpunt in 17 wedstrijden voor FC Emmen. Oh, daar vergeet AZ direct de bal. Maar Zivkovic vergeet dat hij de bal heeft. AZ gaat direct voetballen. Weet dat het snel die 1-1 moet maken. Weet ook dat dat mogelijk is. Want Emmen is niet goed in het verdedigen. Heeft eenmaal de meeste tegendoelpunten. En daar zit hij er al direct in. Is het 1-1 door Pavlidis. En zo schiet de Griek AZ direct op 1-1. Weten ook dat de bal weer snel moet worden meegenomen, want 1-1 is ook niet goed tegen Emmen. Ja, dit is niet goed verdedigd. Burnett laat zich ook heel makkelijk het kaas van dat brood eten, waardoor Pavlidis vrijkomt. Romani mag heel lang aan de bal blijven. En dan fluit de scheidsrechter natuurlijk wel af. 1-1. Ik zie een reden om te wisselen. Romani vind ik totaal niet in de wedstrijd zitten. Dat is oprecht mijn mening. Ik vind dat gewoon niet. Bernardo doen we erin voor Vlak. En meer zie ik niet om te gaan wisselen. Araujo. Veldmaten. Burnett. Asenoen. Viel de vorige keer goed in tegen NEC. Daarom beloon ik hem nu weer met een invalbeurt. Een wat langere invalbeurt. Alhoewel, volgens mij werd hij er ook al gewoon ingerust in de tweede helft. Het zal. Waar is iedereen? Waar is iedereen? Nou, daar is de 2-1. Omdat niemand wat doet. Er is geen inzet in de tweede helft. 2-1 voor AZ. En nu moeten we echt weer gaan aanvallen. Ja, met Saoudi krijgt de bal alsnog op Diemers. Maar ja, Diemers doet er uiteindelijk niks mee. Oh, Zivkovic. Iets behendiger, maar ja, dat is hij gewoon niet. Moet ook gewoon maar eens accepteren. Diemers. Asenoen wou uithalen. Draaide uiteindelijk wel goed, maar Beukema heeft het door. Goeie verdediger, die Beukema. Ik kan niet switchen. Oké, top idee. Niet goed voor de man gekomen door Asenoen. En ja, daar komt de 3-1. Let maar op. Oh, wat een misser van Brederode. Emme is heel slecht de tweede helft ingegaan. Wissel Asenoen heeft totaal op dit moment niet gefunctioneerd. Zivkovic in tweede instantie. Ja.
oh, 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 oh. Daar is AZ. Oh, Bernardo. Nog één slotoffensiefje, kom op, dat kunnen wij. Och, jezus, El Mesaoudi, je bent een fucking middenvelder. Het slotoffensief komt eerder van AZ, want Emma is aan het knoeien hoor. Ze kunnen nog niet eens een bal bij zich houden. En dan krijgen we ook nog een corner. Tegen. Gaat AZ echt pushen hier de bal houden? Wauw, triest. Nou ja, AZ heeft gewoon beter gevoetbald. Verliezen we weer met 2-1. Door het gewoon ons hele slechte middenveld. El Mesaoudi is gewoon niet creatief genoeg. Krijgt nog niet eens een fucking steekbal bij Asenoen. En zo wint AZ. En is dit triest? Ja, dat AZ maar met 2-1 wint is een vooruitgang. We hebben al meer kansen gecreëerd dan in het hele fucking seizoen. Dus we doen het steeds beter. Dus dames en heren, ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze video. Vergeet dan vast zeker niet op de duimpje omhoog te klikken. En natuurlijk alvast te abonneren voor meer. En zie ik je later bij de volgende video. Later mensen.